Een hele goede morgen, ik ben Serweg Wertz. Leuk dat jullie weer kijken. Ik ga jullie nu meenemen naar mijn werk. Het is best vroeg. Koffietje. Ik heb wel even op, ben al even bezig geweest op de computer. Even wat dingetjes overzetten. Die laat gewoon lekker lopen. En dan ga ik aan het werk. Tot zo. We zitten dan lekker in het busje. 1 uur in 3 kwartier rijden. Maar het is al druk. Dus 7:10. Het is niet normaal druk op de snelweg. Hoe dan? Heeft iedereen vandaag een plannetje zo van ik ga lekker vroeg het bed uit? Ik stap de auto en ga lekker rondje rijden op de snelweg ofzo? Ik moet gewoon werken, dus zal de rest het ook moeten doen. Zo vroeg? Ja, dat maak je niet heel vaak mee, hoe druk ik het schat doen. Ja, we gaan nog even verder toeren. En toen waren we alweer lekker thuis. Heerlijk toch? Ik hoor de stofzuiger boven me al. En het is aan het stofzuigen. Ik heb niet laten weten dat ik thuis kwam. Mama, kom dan. Hey, schatje. Papa, ik heb mijn nieuwe spel. Heb je een nieuwe spel? Papa, kom. Ja, Chico, kom. Chico. Chico, kom. Chico, kom eens hier. Ik heb hier zo'n deur, die honden zijn aan het blaffen. Het is je man, lief. Schat! Wat heb je voor spel dan, schatje? Wauw, wat is dat? Mijn nieuwe spel. Dat is een leuk spel. Hoe gaat dat dan? Oh, ik kan jou laten zien. Oh, die? Die? Nee. Daar. Deze. Ja. Die, maar daar. Zo. Dan moet je. Oh. Hij kan ook takelen, zie ik. Niet zo hoog. Niet zo ver. Niet zo ver. Zo? Nee, zo. Verder zo. Dat is een leuk spel. Nee. Deze moet hierop. Ja. Dan moet je heel hoog schommelen. Heel hoog schommelen? Ja. Ik ga het aan jou laten zien. Ik Oh, nou papa is om uit de knoop halen, zo. Ik werd onderweg nog gebeld, in de bus naar huis, dat mijn bureau is binnengekomen. Dus die gaan we zo meteen eventjes uitpakken. Het pakketje inmiddels wel even naar boven gebracht, want die is niet te beuren. Dus we gaan hem eventjes in elkaar zetten. Kijken jullie mee? Gezellig! Thank you.
En klaar is die. De zachte kant. De voorkant laat ik zo even zien. Ik zal eerst even een beetje de boel opruimen hier. En de dingetje aan de kant. Want ik wou hem eigenlijk hier neerzetten. Alleen, ik had het hele bureau niet opgemeten. Dus hij is iets groter. Vind ik wel fijn. En dan heb ik gezegd, heb je dat ding nog opgemeten? Ik zei, nee. Serenske is er iets minder blij mee. Maar ik ben heel blij, want hij heeft iets meer ruimte. Dus we gaan hem zo meteen zo neerzetten. Maar dan moet ik eerst even iets verbouwen. Ik zie jullie zo. Nou, jullie eindresultaat. Ik ben er al een beetje mee aan het werk mee geweest. Ik ben de edit van gisteren weer in elkaar aan het zetten. Ik denk dat hij iets te laat online komt, want hij moet nog even laden. En dan moet hij nog op internet gezet worden. Dus ik ga nu even gauw iets of wat in de bus opruimen. Dan kan ik in ieder geval even spul van morgen ophalen. En dan moet ik straks even zwemmen met de kleine en de vrouw. Met het mooie weer. En we liggen natuurlijk in het zwembad. Maar je kunt ook gewoon met het mooie weer, kun je gewoon zoals Kiki, kun je gewoon onder een dekentje liggen. Kiki, slaap je al? Ik denk dat Kiki slaapt. Ik ga Kiki wakker maken. Oh, Kiki is al wakker. Of gaan we Kiki in het zwembad gooien? Ti, 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 ti. Oh, Kiki is wel wakker. Kiki kan praten. Zeg maar nee, nee. Nee, je mag niet. Kiki, 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 Kiki. Nee? Dan doen we dat ook niet, hè. Ik bedacht me nog dat ik vanavond nog moet padellen. Daar werd ik net nog even aan herinnerd. Dus gaan we weer leuke shots maken vanavond. Kijken of we nu weer nog wat leuke blunders eruit kunnen krijgen. Staat niet in de agenda. Ik ga eigenlijk. Dus staat er zelfs twee keer in. Oh. Nu zeker? Nee. Nee, dat is gewoon een officiële afspraak van Pieks Padel. Dus die staat er gewoon strak in. Dus we gaan weer even wat blunders eruit filteren. En die gaan we zeker eventjes weer showen, net als vorige keer. Ja, dat gaat niet. Want dat was wel leuk. Dan moet die show. Ik ga nog eventjes wat drinken. Dan zien we jullie zo wel. En wat gaan we doen? Het is warm weer. Het barbecue staat aan. Er liggen alleen een paar speklapjes op, hoor. Lekker speklapje! Die is zo fan op speklappen. Ik ook. Heb ze niet van de vreemde. En moeders ook, dus wat wil je nog meer? Is perfect. Nou, we zijn helemaal ready voor de padel. Sportieve kleedjes overaan. Het is... Nou, ik kan hem er nog niet echt toe zetten. Ik ben een beetje moe. Vannacht weinig slaap gehad. Dus ja, het is even wachten op Mitchell. Dus die is met Dodge en ik weet niet hoe ver die ermee is. Dus dat gaan we zo meteen zien. Nou, daar is hij dan. Wat een kanon, hè. Kijk, die voorkant is alleen al mooi. Doei! Hij heeft hem zelfs nog op slot zitten. Oh, tasje mee. De hele zand om de kraan. Oh, kijk, kunnen we binnen en ook nog even spieken. Hey. Hey. Nou, wij gaan hem een stukje toeren. Adios amigos, tot zo. We'll be right back.
hebben al wat potjes gedaan. En ik was vergeten natuurlijk te zeggen dat het begon. Remco, Muus er weer bij, Mitchell erbij. Gaat top. Alleen, ik ben wel geslopen. Het is bijna aan het eind. Dus we zien jullie zo. We zijn klaar, we hebben weer een gezellig biertje. Coronatijd. We hebben nog een gezellige iemand die ook mee wil doen. Billy de Wortel. Flappy. Genaamd Remco. Nou. Wat een gezelligheid zo, hè, met servieren. Daar wordt nog fanatiek gedaan. En daar is het warm. We gaan lekker naar huis toe en ik zie jullie zo wel. Mensen, ik ben lekker getoest. Ik ga nog even een paar dingetjes op de computer zetten. En daarna ga ik lekker naar bed. Dus like en abonneer. Tot de volgende keer. En ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Tot morgen.